kan toch niet zo zijn dat wat we nu doen ook, dat het alleen maar over dat eten gaat en over dat lijf en over dat gewicht. Als je iemand met een eetstoornis tegenover je hebt, die heeft vaak wel een hulpvraag, maar vaak, ten eerste weten ze vaak nog niet eens dat ze hem hebben, of ze vinden het doodeng om hem bij je neer te leggen, omdat ze ook heel bang zijn voor datgene wat daarna moet gebeuren. Wat levert die eetstoornis je op? En ik denk dat als je erachter komt wat die reden was, dan ben je ook daar waar je moet zijn. Ik ben Annemarie van Bellegem. Ik ben kinderarts sociale pediatrie in het Amsterdam Universitair Medisch Centrum en het Emma Kinderziekenhuis. En ik heb me daar eigenlijk helemaal toegelegd op de gevolgen van eetstoornissen voor het lichaam. Ik ben betrokken geraakt bij de eetstoornisproblematiek, ik denk tijdens mijn opleiding tot kinderarts. En daar kwam ik dus voor het eerst in contact met mensen die een eetstoornis hadden en die moesten worden opgenomen in het ziekenhuis. En nadat ik mijn opleiding had afgerond, heeft Rian Theo, dat is ook een dokter die zich vooral heeft toegelegd op de combinatie tussen lichaam en geest en die problemen die daarbij kunnen ontstaan, vroeg mij toen of ik een fellowship wilde doen op dat vlak. En toen heb ik ook duidelijk aangegeven dat ik me dus eigenlijk vooral wilde toeleggen op de eetstoornisproblematiek. Omdat ik ook merkte dat ik vond het onwijs fascinerend ziektebeeld. Omdat eigenlijk alle aspecten van de zorg erin terugkomen. En ik er ook echt helemaal niks van snapte in het begin. Ik vond het echt heel ingewikkeld. En dat is ook wel een beetje hoe ik in het leven sta. Dus daar waar het wrijft, vind ik het juist interessant worden. En ik merkte dat dit ziektebeeld heel veel opriep, heel veel weerstand opriep ook bij mensen. Zeker bij kinderartsen, somatische dokters, hè, dus lichamelijke dokters. En dat was voor mij ook wel de reden om me daar steeds verder in te gaan verdiepen en ook hard te gaan maken voor deze groep. Want ik merkte dat er nog heel veel dingen niet oké liepen. En dat vind ik nog steeds het meest leuke aan deze zorg. Ook het meest ingewikkelde. Toen ik begon, eigenlijk als nog relatief jonge dokter en nog niet zo goed snapte hoe zo'n eetstoornis werkte, toen was ik toch wel heel erg gericht ook op die calorieën en hoe werkt dat dan in een lichaam en waarom zit ik hier nou met iemand tegenover me die het zo waanzinnig moeilijk vindt om, laten we maar iets zeggen, een reep snelle jelle, want dat staat me heel erg bij, want dat was toen heel erg, iedereen moest snelle jelles eten. Waarom zit ik daar nu zo over te discussiëren? Ik snapte dat gewoon niet zo goed. En ik zag wel dat het enorm veel spanningen opriep bij iedereen. Dus bij degene die tegenover me zat, maar ook de ouders, broertjes, zusjes, andere dokters. En toen ben ik me steeds meer gaan verdiepen. Want ik dacht, ja, het kan toch niet zo zijn dat wat we nu doen ook, dat het alleen maar over dat eten gaat en over dat lijf en over dat gewicht. En toen heb ik me steeds meer verdiept en ben ik echt de neurobiologie ingedoken. Dus meer gaan kijken van hoe werkt het brein dan als het gaat over die angsten en die dwangmatige behoefte om grip te houden op het eten of bewegen. En toen ben ik het ook steeds meer gaan begrijpen. En nu kan ik wel echt zeggen dat ik denk dat ik goed doorheb hoe het werkt. En ook dat het eigenlijk voor iedereen net weer een beetje anders is. Maar dat er in de basis dezelfde dingen wel steeds terugkomen. Dus dat het heel erg gaat over de angst, over acceptatie, over coping, over dat stukje grip houden op. En dat eten en bewegen daarin een soort tool zijn geworden om jezelf in het leven staande te houden. En is dus voor mij ook de focus van het gewicht af en is het hele begrip van hoe herstel je van een eetstoornis. Of dat voor mij is dat veel meer gaan omvatten dan alleen maar een gezond lichaam. En gaat het dus ook veel meer om dat je op elk vlak weer goed kunt functioneren. Dat was eigenlijk denk ik altijd al wel in de basis ook het doel van de behandeling. Maar omdat we natuurlijk nog niet zoveel weten van de ziekte, merk je ook dat de hulpverleners een soort van parallel proces laten zien. Daar waar iemand met een eetstoornis zich heel erg vaak focust op de cijfers, hè, dus de kilocalorieën, de kilogrammen, en extreem vaak dingen doet om zichzelf dus rustig te kunnen houden, zie je dat hetzelfde proces ontstaat bij hulpverleners. Die gaan eigenlijk mee. En vaak hoor ik dan ook al de eerste weken van, wat is dan het gezonde gewicht? Dan denk ik, oh liefjes, dat is nog iets wat je helemaal niet kan bevatten. En het is ook niet meer zo relevant. Want het mooie is dat als je eenmaal echt richting herstel gaat, dan boeit het helemaal niet meer. Dan ben je niet meer bezig met die cijfers.
En gezond worden houdt dus helemaal niet in dat je alleen maar die twee cijfertjes goed hebt. Maar het gaat dus echt om dat je op elk vlak weer oké bent. En dan heb je het over lekker in je vel zitten, blij zijn. En daarvoor heb je dus ook onder andere nodig dat je je lichaam het goed doet en dat je zorgt voor je lichaam. Dus dat is denk ik wel de grootste verandering. En ik hoop dat die trend zich ook steeds meer gaat voortzetten in het hele eetstoornisveld. Ja, dus dat we steeds meer afgaan van dat parallele proces waarbij we zo blijven focussen op die cijfers. Wat je ziet, wat je ziet tijdens dat proces waarbij dus de hulpverleners en dus degene met de ziekte enorm gaan focussen op die cijfers, is dat het elkaar dus versterkt. Dus de focus bij iemand met een eetstoornis die ligt onevenredig hoog, zeg maar, bij die cijfers. En wat je ziet gebeuren is dat de hulpverleners daar dus in meegaan. En dat stukje zorgt er dan ook voor dat eigenlijk het steeds groter en belangrijker wordt gemaakt. En dat dus de focus afgaat van datgene waar het eigenlijk over moet gaan. Van waarom vind je dat zo relevant? En waarom heb je zoveel behoefte om daar op te richten? Want wat gebeurt er dan als je dat loslaat? En loslaat is altijd zo'n vaag begrip. Maar wat is dan hetgeen wat er bij jou gebeurt van binnen, wanneer je het daar niet meer over hebt? Doordat vaak de hulpverleners ook een soort van gedwongen worden om te kijken naar al die cijfers, merk je dat die ook niet toekomen aan datgene wat er eigenlijk aandacht nodig heeft. Ik kan wel een mooi ander voorbeeld geven, is wat we doen in de pijnstilling. We hebben jarenlang natuurlijk altijd gevraagd aan mensen, hoe is het met je pijn? Hoe kan je het een cijfer geven? Kan je het een poppetje aanwijzen wat dan aangeeft hoe jij je nu voelt? We proberen altijd inzichtelijk te maken hoe het met de pijn gaat. Maar we weten inmiddels ook dat hoe meer je je focust op pijn, hoe erger de pijnperceptie wordt, dus de pijnbeleving wordt. En ik denk dat hetzelfde ook geldt voor dus die cijfers waarbij we met de eetstoornisproblematiek daar ons heel erg op richten. Hoe meer je daarop let, hoe erger de focus wordt. Dus wat wij nu zelf al aan het proberen zijn, is bijvoorbeeld op een andere manier te praten. Dus we hebben het veel meer over energie in plaats van over kilocalorieën. We hebben het over naar gezondheid werken in plaats van aankomen in kilogrammen. Dus dat zijn hele subtiele zaken, maar daarmee, als een soort van mantra's, kan je ook gaan herhalen en ook het brein weer een soort van opnieuw programmeren richting normaler, wat dan ook normaler is, maar in ieder geval zonder die extreme focus op ongezonde dingen. We proberen vanuit een hele grote groep kinderartsen die ook zich vooral hebben toegelegd op de zorg voor mensen met eetproblemen. Om elkaar steeds ook bij te scholen en de nieuwste inzichten met elkaar te bespreken. Maar dus ook dit soort dingen te bespreken van hoe communiceer je, hoe bejeeg je iemand met een eetstoornis. Want er zitten ook in de communicatie natuurlijk ontzettend veel hand. Ja, hoe moet ik het zeggen, er zijn heel veel dingen die ontzettend veel impact kunnen hebben, zonder dat degene aan de andere kant van de tafel zich daar vaak bewust van is. Ik merk bij heel veel hulpverleners dat ze, wij zijn natuurlijk gewend om iemand tegenover ons te hebben die een probleem heeft en die bij jou komt met een hulpvraag. En als je iemand met een eetstoornis tegenover je hebt, die heeft vaak wel een hulpvraag, maar vaak, ten eerste weten ze vaak nog niet eens dat ze hem hebben, of ze vinden het doodeng om hem bij je neer te leggen, omdat ze ook heel bang zijn voor datgene wat daarna moet gebeuren. Dus het is een verhulde hulpvraag. En die roept weerstand op. Want we hebben natuurlijk vaak een heel beperkte tijd om met iemand te zitten. En in die tijd moet je, willen wij natuurlijk het liefste dat die persoon zegt wat er aan de hand is. Dat hij dan vervolgens ook toelaat dat jij het gesprek aangaat en onderzoekt. En nog wat aanvullend onderzoek doet. En vervolgens kom je met een diagnose en een plan. En dan verlaat degene die tegenover zit, dus de patiënt, blij de kamer. Nou, niet blij, maar in ieder geval wel met een oplossing. En bij iemand met een eetstoornis werkt dat niet zo. Ook omdat het gaat over gedrag wat dus eigenlijk in het begin vooral nog iets oplevert. En degene die dus de eetstoornis heeft, vindt het vaak ook heel spannend om dat los te laten. Waardoor je gevoelsmatig ook tegenover diegene komt te staan. Want jij wil vaak iets anders. Jij wil iets anders dan die persoon in het begin lijkt te willen. Dus het is ontzettend belangrijk om je dat te realiseren en dus ook te voegen daarin. En dat kan je heel simpel doen. Bijvoorbeeld door al niet
uiterlijk gerelateerde opmerkingen te maken. Wij dokters willen eigenlijk altijd iemand geruststellen. Dus wat wij doen is zeggen van, nou, wat zie je er goed uit? Of wat, ja, al dat soort zaken. En daarmee trigger je juist vanuit iemand van, hè, die met een eetstoornis tegenover je zit, het gevoel dat hij dik is of dat er iets niet oké is. Want de eetstoornis denkt natuurlijk vaak 180 graden dan het gezonde deel van iemand. En dat is dus al iets, maar ook bijvoorbeeld als het gaat over bloeduitslagen. Als je het hebt over het terugkoppelen van bloeduitslagen, dan zegt menig dokter, zegt, dit ziet er goed uit en het gaat allemaal fantastisch. En dan denkt de eetstoorniskant en ik zie wel, er is geen probleem, ik hoef helemaal niks meer te doen, ik ben klaar. Terwijl wanneer je ook zegt van, ja, maar het is gewoon acceptabel voor nu, want dat is het ook, het is niet een weerspiegeling van de hele gezondheid, dan is dat gewoon nog steeds de waarheid. Alleen je hebt beide kanten in die persoon zeg maar een neutraal antwoord gegeven en dus niet de eetstoornis getriggerd of het gezonde deel. En dat zijn dingen die dokters denken zich vaak, of maar ook andere zorgverleners niet goed realiseren, maar die heel erg zouden kunnen helpen in de communicatie. En dat proberen wij dus ook een beetje mee te geven. Van hoe ga je het gesprek aan? Hoe zit je zelf in het gesprek? Want als jij maar 10 minuten hebt en jij denkt, oh god, daar hebben we weer zo iemand die niet wil eten en die moeilijk is. Ja, dan ga je anders een gesprek in dan wanneer je ontspannen zit en ook echt geïnteresseerd bent. En je beseft hoe complex datgene is wat er daarbinnen gebeurt. En het vraagt niet dat je je authenticiteit kwijtraakt, want je mag ook gewoon jezelf zijn. Je mag grapjes maken, je mag foutjes maken, dat is helemaal niet erg. Maar het gaat er wel om dat je probeert een beetje erin te verplaatsen en dus daar rekening mee te houden. Want dat is wel eigenlijk het proces wat ik beschreef van waar ik ben gestart. Hè? Dus dat ik eerst echt niet door had waar het over ging en dat ik het maar echt ongelooflijk irritant vond ook. Hè? Dus het hele gesprek vaak, zeg maar, als dat de vraag ook heel demonstratief, dat vond ik ook, weet ik heel goed nog van het begin, dat ik heel demonstratief zelf ging zitten eten. Zo van, zie je nou, wat is nou het probleem? Ik kan toch ook gewoon eten en dan moet jij toch ook kunnen. Naar nu steeds meer, doordat ik me er dus zo in verdiept heb, van wat gebeurt er in je brein, hoe werkt dat dan, wat zijn dan die componenten die het zo ingewikkeld maken voor jou, dat we dus ook steeds minder zijn gaan letten op die cijfers, wat vanuit de eetstoornis al zo die behoefte is. Kijk, iemand met een eetstoornis is niet, over het algemeen niet lief voor zichzelf. En roept ook op dat de omgeving niet lief is voor die persoon. He, want door het gedrag wat ze vertonen, voortkomend vanuit die angst onder andere, zie je dus dat zoveel weerstand oproept, dat mensen juist eigenlijk verstoten worden. En het verdrietige vind ik, dat als je doorvraagt, blijkt dat degene dus met de eetstoornis juist heel veel behoefte heeft aan het tegenovergestelde, namelijk aan liefde, bevestiging, erkenning. Maar dat doorzien vraagt dus ook dat je niet meegaat in datgene wat het gedrag wat ze laten zien oproept. Vandaar dat ik ook altijd heel veel heel zachtmoedig ben naar mijn patiënten. En ook inderdaad, ja, ik sta bekend als de knuffeldokter. Maar ik vind het ook belangrijk dat je laat zien dat ze eigenlijk heel veel liefde nodig hebben. Daar waar dat misschien anders lijkt. Ik zie vaak ook ontzettend veel schuldgevoel. En juist omdat ze natuurlijk zo vastzitten in dat patroon van het vermijden van eten of het vermijden van bepaalde dingen. En dan boze familie of naasten krijgen. En daardoor komen ze steeds vaster te zitten in hun eigen patroon. En zie je dat het alleen maar meer negativiteit oproept. En wat doe je als je weer negativiteit voelt? Ja, dan moet je weer in je eigen patroon verder draaien, namelijk. Dan ga je weer verder in die eetstoornisgedachten. En zo draaien mensen zichzelf vast. Terwijl als je dan op tafel gooit en zegt van ja, ik heb het gevoel dat je eigenlijk hartstikke rot over voelt. Klopt dat? En dan is dat eigenlijk, ik heb dat nog nooit niet bevestigd gehad. En dat is voor ouders vaak ook een eye-opener. Omdat zij richt zich natuurlijk veel op het gedrag. En dat doen we eigenlijk allemaal. Niet alleen ouders. Maar dat is niet, het is vaak niet persoonlijk. En zelfs als het wel persoonlijk is, heeft het een functie. En is het denk ik ook belangrijk dat je toch telkens probeert die liefde, die zachtheid te laten zien. Juist ook omdat ze dat dus niet zo goed kunnen naar zichzelf toe. De grootste veranderingen zijn die denk ik in de afgelopen jaren die we hebben gezien, als het gaat over de behandeling, is dat
De mensen zijn steeds meer zich doordrongen van het feit dat het om een ernstige ziekte gaat. Dat denk ik is wel een verandering. Niet zozeer dus in de behandeling, maar wel in de bejegening. En ik denk ook dat we nu weer moeten oppassen dat we daar niet in doorslaan. Want je kan ook waanzinnig goed herstellen van een eetstoornis. En soms is het geluid wat we via de media krijgen nog wel eens zo dat nu bijna niet meer zo lijkt. En dat iedereen uiteindelijk in een kliniek komt en dwang krijgt en of doodgaat. En godzijdank is dat niet zo. Dus ik vind het ook heel belangrijk om mensen die in zo'n proces komen, dat mensen zelf, maar ook de omgeving, dat die weten dat je gewoon prima kan herstellen. En daar is natuurlijk een hele belangrijke rol ook voor ervaringsdeskundigheid in weggelegd, want die laten dat ook zien. En daarnaast zijn denk ik een aantal andere veranderingen gaande, onder andere natuurlijk door keten, de landelijke keten aanpak etenstoornissen, is dat we ons meer gaan bundelen, meer gaan richten ook op, nou, hoe kunnen we elkaar dan beter vinden, hoe kunnen we elkaar taal gaan spreken, wat zijn dan vernieuwende behandelmethodieken, want ja, weet je, niemand heeft de Holy Grail, we weten het gewoon nog niet, er is niet één behandelmethode die 100% garantie geeft op herstel. En dus dat extreme focussen op protocollen en op hokjes, labels en dus ook cijfers. BMI's waar je aan moet voldoen voordat je kan starten bij bepaalde therapieën. Ja, dat is, godzijdank wordt dat steeds meer losgelaten. Natuurlijk is het zo dat als jij zo ernstig ondervoed bent dat je geen, al lange periode geen voedingsstoffen tot je hebt genomen, dat je brein het moeilijker vindt om zich te concentreren, dat het moeilijker is om nog bepaalde dingen goed te overzien. Maar je moet echt per persoon kijken wat daarin nog kan. Want, en daar heb je het ook over een stukje wilsbekwaamheid, hè? Want er zijn echt ontzettend veel dingen die je nog wel met elkaar kan bespreken. Je kan het hebben over, sommige mensen kunnen bijvoorbeeld heel goed nog over motivatie praten of over hele andere zaken. Dus dit vraagt toch ook echt weer op maatwerk. Los van het feit dat we weten dat ondervoeding ook echt een effect heeft op het brein. Niet helpend is denk ik als een soort politieagent bovenop je kind te gaan zitten, wat wel iets is wat je vaak in het begin heel erg ziet. Maar dat is denk ik ook, juist als er al een behandeltraject opgestart is, ontzettend belangrijk om wel het gesprek erover aan te gaan. Dus ook als je gedrag ziet bij je kind, wil niet zeggen dat je alles moet accepteren. Je moet juist denk ik begrenzen, liefdevol begrenzen, maar niet de strijd aangaan over bepaalde zaken. Als je merkt dat het niet gaat, bespreek dat dan met je behandelaren. Maar probeer uit het conflict te blijven. En bijvoorbeeld, wat ik vaak merk is dat mensen dan enorm gaan hameren op wat er naar binnen moet en in paniek raken als dat niet gebeurt en niet lukt. Wat natuurlijk ontzettend invoelbaar is. Maar daardoor zie je vaak dat het hart op hart wordt en het soms zelfs kan escaleren thuis. Terwijl wat ik ze vaak ook mee wil geven is van, benoem wat je ziet, want ik merk dat het je moeite kost om je eetmoment af te ronden of iets dergelijks. En wat kan ik daarin voor jou doen op dit moment? Maar dus niet zeggen, je moet nu dit, want dat werkt niet. En vraag het ook juist op een goed moment aan je kind van terwijl je niet in de heftige situatie zit, want dan is het veel moeilijker om daar ook het gesprek over aan te gaan met elkaar. Dus dat is denk ik iets wat heel belangrijk is. En ook, hoe lullig ook, realiseer je dat in die eerste periode wel als dokters en als zorgprofessionals vooral damage control aan het doen zijn. Want helaas is het zo dat wat het lichaam nodig heeft en wat het brein nodig heeft, niet op één lijn zit. En het is dus ook zo dat je moet accepteren dat om tot een bepaald doel te komen, namelijk het herstel, je soms een beetje moet schikken. En dat betekent dus ook dat bijvoorbeeld het lichaam wat langer niet voldoende energie krijgt. En ja, dat moeten wij verdragen. Het is altijd zo'n verschrikkelijk woord, maar het is wel echt zo. Want je kan het dus niet afdwingen. En uiteindelijk hoop je dus dat je zo samen steeds weer verder kan gaan en beide dus voldoende aandacht krijgen en je weer tot dat mooie, gezonde lichaam en geeststukje gaat komen. Maar in het begin ben je daar niet. En vraagt dat dus ook dat je moet verdragen. Probeer altijd mee te geven dat juist weer teruggaan in die oude rol, namelijk het liefdevol supporten en steunen,
dat eigenlijk je primaire taak is. En dat je je daar weer meer op mag gaan richten. En dat wil niet zeggen dat je je kind loslaat. En dat wil ook niet zeggen dat je dus niet begrenst. Maar het betekent wel meer dat je toch telkens probeert uit die strijd te blijven. Wat levert die eetstoornis je op? Ja. Want die is er vaak gekomen met een bepaalde reden. En ik denk dat als je erachter komt wat die reden was, dan ben je ook daar waar je moet zijn. Want dan kan je ook achterhalen wat, zeg maar, denk ik, de belangrijkste onderhoudende factor is. En dat is altijd ook een individuele zoektocht. Want soms is het omdat iemand heel somber was en de focus op het eten nodig had als een soort van afleiding. En anders is het kan ook gewoon simpelweg toch zijn ontstaan vanuit de wens om er anders uit te zien. En dat is dan vaak weer gekoppeld aan een heel negatief zelfbeeld of een bepaald idee over hoe je eruit zou moeten zien. Maar het is gewoon heel belangrijk dat je met elkaar zoekt naar wat zit daar dan achter. Want anders kom je uiteindelijk ook niet op het pad van herstel en dus zonder de eetstoornis het leven door kunnen gaan. Want dan blijf je dat nodig hebben om dat stukje op te kunnen vullen. Kijk, want ik zie natuurlijk wel ook vanuit het academisch ziekenhuis waarin ik zit, de mensen waarbij het meest heftig is. En toch ook daar zie je waanzinnig mooie dingen ontstaan. Juist daarna, als iemand bijvoorbeeld hersteld is. Ik ken meerdere mensen die nu bijvoorbeeld ook bijna als dokter al aan de slag zijn. Of gewoon zelf moeder zijn geworden. En die dat dan ook aan je laten weten. Van, weet je, dat is waar je dit allemaal voor doet natuurlijk. Dat je uiteindelijk weer mensen oké in de maatschappij ziet functioneren. En blij ziet zijn. Ik word daar toch ook altijd heel blij van als ik weer even zoiets voorbij zie komen. Ik denk dat verpleegkundigen op de afdeling, die zien natuurlijk vaak ook alleen maar zo'n... Je ziet vaak allemaal fragmenten, hè? De zorgprofessionals zien vaak niet het geheel. Maar het zou eigenlijk wel heel goed zijn om van iedereen ook te weten hoe ze het daarna hebben gedaan. Ook voor jezelf. Om een soort van... ook om het vol te kunnen houden, denk ik. Je kan dus echt waanzinnig goed herstellen. En daar heb ik gelukkig al heel veel voorbeelden van gezien.